De Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname eisen intrekking van de resolutie over het lichten van onderwijsgevenden uit Viso en terugdraaiing van de brandstofprijzen. Dit is vanmorgen bepaald op een algemene ledenvergadering in Matagouri. De bonden blijven erbij dat de regering het besluit voor de herwaardering van de leerkrachten eenzijdig heeft genomen. Deze handelwijze van de regering is volgens Wilgoe Verlies, voorzitter van de BVL en ALS, onacceptabel en druist in tegen de rechten van de leerkrachten. De leerkrachten doen hun job. Ze zetten zich in voor deze samenleving en in het bijzonder de jongeren in dit land. Dan is het van belang dat deze leerkrachten een goede behandeling krijgen, een respectvolle behandeling krijgen, waardoor zij zich nog meer gaan inzetten voor het kind. Maar wanneer de regering op zo'n manier omgaat met de werkers, dan gaat dat alleen maar leiden tot grote onvrede onder de werkers en demotivatie. Wanneer de mensen zich inzetten voor het kind en ze worden op deze manier bejegend, dan begrijpt u waarom die leerkrachten nu hier vandaag massaal aanwezig waren en massaal hebben gezegd, we gaan ten strijde trekken tegen deze regering die ons respectloos behandelt. De leerkrachten zijn bereid tot het uiterste te gaan, zegt Verlies. Hij heeft de pers te woord gestaan na de ALV. De gemoederen waren erg verhit tijdens de vergadering. Volgens de BVL en als voorzitter hebben de leden een punt bereikt waarbij ze geen stappen terug willen doen. We zullen alles inzetten om ons doel te bereiken, benadrukt Verlies. Hij is bereid een bijdrage te leveren, zodat de leerkrachten in alle rust terug kunnen naar school. De regering is tot het besluit gekomen samen met Vos om die leraren wat geld te geven. En op hetzelfde moment komen ze met een ander besluit om weer dat klein beetje geld wat ze zogenaamd aan die leraren hebben gegeven, weer terug te halen. En niet alleen de leraren moeten inleveren, die hele gemeenschap moet inleveren. En denkt de overheid dat wij gaan stilzitten en accepteren dat ze hun gang kunnen gaan en doen wat ze willen? En wij moeten het gelag maar betalen? De regering mag het weten, we zijn daartoe niet bereid. En dan mogen ze allerlei tegenmaatregelen bedenken. Het interesseert ons niet. Als we gaan fighten, dan gaan we fighten. En als ze maatregelen willen treffen, laten ze maar treffen. Maar we zijn niet bereid om dit beleid nog verder te accepteren. Een beleid dat ons leidt tot verdere verarming van deze natie en in het bijzonder de leerkrachten. Daar moet nu een eind aan komen. De twee onderwijsbonden zijn voor vanmiddag uitgenodigd voor een bespreking met vertegenwoordigers van de regering. Aan de hand van de uitkomst van deze bespreking zullen de leerkrachten een standpunt innemen, zegt Verlies. Eerder had vicepresident Ashwin Adin aangegeven dat het lichten van de onderwijsgevenden uit Viso een noodzaak is. Alleen op die wijze kan er een betere financiële waardering voor hen worden doorgevoerd.